Ik ga naar jouw DM. Oké. Okay. Ik goes down in de DM of niet? Niet ja, echt. Dus. Nee. Hey, tof dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van In de Telefoon Kijken Van. En vandaag heb ik een hele bijzondere, toffe gast. Ik kijk er enorm naar uit. Niemand minder dan Nana Fofi. Hey girl. Hoe is het met je? Ja, lekker man. Met jou? Ja, gaat goed, gaat goed. Mooi. En Nana, die ken je natuurlijk van... So tell me now. Zit je dan? En ja, ik vind het tof wat je doet. Ik vind het echt tof. Je haalt miljoenen views. Ja, bizar hè? Echt bizar. Maar heel veel mensen die denken volgens mij dat je niet uit Nederland komt. Ik denk dat het komt omdat ik veel in Engeland ben. Optredens ook meer daar heb. Mijn management zit daar. En ik praat gewoon in het dagelijkse leven ook heel veel Engels met al mijn vriendinnen. Ja. Maar ik heb geen Brits accent of zo dus. Nee, dat niet. Maar je bent geboren hier in Nederland. Ja, En op een gegeven moment is het ontploft eigenlijk aan de views. Bizar, ja. En zelfs ik dacht dat je uit het buitenland kwam. Echt? Ja, echt serieus. Nee man, ik wil gewoon dat aan, denk je? Ik denk ook een beetje door de stijl die ik doe, zeg maar. Want ja, ik maak geen Nederlandstalige muziek en dat is meestal wel... Je weet toch wat je doet als je uit Nederland komt. Ja, we gaan je beter leren kennen. En dat kan ook door middel van in je telefoon kijken. Hoe gespannen ben je? Oh shit. Ik weet niet wat je gaat zien. Dus let's just get it over with. En hij is helemaal voor jou. Hoe gaat het met de zenuwen? Schaal 1 tot 10? 8. Ik zie al meteen echt een super schattige foto. Yes, dat is mijn zoontje. Oh my goodness. Hoe oud is je zoontje nu? Hij is 10 oktober, is die 3 maanden. Oh, ik zie ook een opvallende app, Holy Bible. Ja, klopt. Het belangrijkste geloof voor jou. Ja, super belangrijk. Ik haal mijn rust echt uit de Heer, uit het geloof. En elke ochtend krijg ik dan een melding van dit is je dagelijkse vers. En dan kan ik gewoon de dag door. Welke app ben je het zenuwachtigst voor? Welke vind je toch wel echt spannend? Snapchat, denk ik. Ja. It goes down in de Snapchat. Nee. Wat gebeurt er in Snapchat? Ja, ik weet niet. Want ik heb mijn beste vriendin Melissa, die zegt altijd uit het niks gekke shit. Daar ben ik het meest zenuwachtig voor. Met haar weet je het niet. Maar ik hoop dat ze... Oké, Melissa. Oké, dus wat gaan we doen? Laten we beginnen met Snapchat. Is jouw Snapchat open voor je fans? Of soms niet? Wel. Soms gooi ik hem open 1 keer in de week en dan krijg ik al die dingen en dan doe ik hem gelijk weer dicht. Want het is vanuit allerlei landen en weet ik het wat. Soms versta ik niet eens wat ze zeggen, maar ja. Dus eigenlijk je fans heb je dus wereldwijd? Ja, absoluut. In China, in Colombia, in Ghana, overal zitten ze. Het is bizar. Dat is echt een blessing hoor. Zeker daar kunnen heel veel artiesten van dromen dat ze wereldwijd. Ik had het niet verwacht hoor. Nee, maar vanaf welk moment had je zoiets van: oh, nu is het echt ontploft? Nou, ik had dus dat filmpje, ik had die trailer erop gegooid op Facebook en die werd best wel goed ontvangen. Die werd echt massaal gedeeld. Welke mashup was dat? Dat was Mad Over You. Ja. En nou, ik had 0 abonnees, ik had 0 filmpjes. Dus ik dacht, nou, mijn aim is 10.000 views wel, weet je. Dus ik gooide die trailer, die werd al super goed ontvangen. Dus die vrijdag gooi ik in 1 keer die video erop. En mijn telefoon die tripte gewoon helemaal. Gewoon letterlijk. Ik had toen nog een 6 of een 7. Deed het gewoon helemaal niet meer. Ik dacht, wat de fuck gebeurt hier? Ik kreeg zoveel berichten. Mooi zo. Toen belde mijn zus me op mijn huistelefoon en die zei, nou, je bent viral gegaan. Dus ik zeg, nee, je liegt. Ik durfde niet eens te kijken. Oh, wat grappig. En ja, toen, bizar. Dus echt wereldwijd. Ja. Ik zie 2 ongeopende snaps. We gaan die toch wel even openen. Ja. Ja, Daisy heeft 1 minuut geleden iets naar je gesnapt. Ja. Is Daisy? Daisy is de zus van mijn beste vriendin, Melissa. Ja. Ja. Dat is ook net een zus van mij, voor mij. Oké. Leuk. Daisy, even kijken wat ze stuurt. Super mooi. Oké. Okay. Oh, dat is wel een hele mooie foto. Ja. Thanks. Zal ik even thank you? Ja, zeg maar even thank you. Thank you, ancestor, ongeopend hartje erbij. Ik ben ook zo blij dat zij niks gek zegt, want die is nog erger dan Melissa. Nee, echt. Really. Even kijken. Ja, en dit zijn allemaal vrienden van jou? Allemaal bekenden van jou? Ja. Ik zie Selma Omari ertussen staan. Yes. Vertel. Ik had dus altijd al begrepen dat er een meisje was die altijd mijn muziek in haar vlogs gebruikte, waardoor ik ineens heel veel nieuwe fans kreeg, zeg maar. En ik dacht, wie is het nou?
Toen ging ik een keer checken, dacht ik, oh, superleuk meisje, weet je, ze kleedt zich leuk. Oh, je kende haar niet? Ik kende haar niet. Toen ging ik haar volgen, ja. Zei ik van, girl, hey, toch, ik wist nooit dat je mijn muziek gebruikte, stiekem een fangirl. Toen zei ze, nee, ik juist van jou, liet ze helemaal zien en zo. En toen kwamen we ineens, vraag mij niet hoe, op het idee om naar de studio te gaan. Want ja, zij houdt wel gewoon een beetje van zingen en ja, ze zei van, ja, je hebt gewoon een zieke stem, misschien kunnen we gewoon samen wat doen. Als het lauw is, gebruiken we het. Zo niet, dan niet. En ja, ik hielp haar gewoon een beetje met schrijven. En toen is er wel wat grappigs uitgekomen. Ja, want het is volgens mij een paar dagen geleden. Ja, het wordt wel gewoon haar track. Maar ik heb haar gewoon geholpen ermee, zeg maar. Superleuk. Heb je voor haar geschreven of ben je ook op die track? Ik heb voor haar geschreven. Ik sta er nu nog wel op. Maar dat was meer om hem, zeg maar, als referentie. Ja. En zij gaat hem wel gewoon alleen killen. Ze heeft ook wel meegeschreven, moet ik zeggen. Ze is best wel creatief. Ja. Maar voor het grootste gedeelte had ik dan superleuk. Dus maar schrijf je voor meerdere artiesten of? Nou, heel grappig. Voordat ik met die African Engelse shit begon, deed ik gewoon Nederlandstalige tracks. Maar ik heb ze nooit uitgebracht. Dus heel veel tracks wil ik gewoon gaan pitchen naar artiesten. Een paar tracks doet dan Melissa, mijn beste vriendin, want die zingt ook. Oh, en, Melissa Lopez, die kennen we zeker. Gaat dan een aantal van die tracks doen en de rest ga ik gewoon pitchen. Ik zie wel wie het... doop vindt. Ja, Snapchat is dus eigenlijk gewoon veel vrienden. Ja, klopt. Ja, ik zie geen fans in je Snapchat. Nee, ik heb hem ook al een poosje dicht, want ik had er even geen zin in. Ja. Je bent wel actief op Snapchat. Ik zie heel veel geopend. Ja, klopt. Dat wel. Nee, je was bang voor die berichten. Ja, ik dacht echt dat Daisy of Melissa wat geks ging zeggen, maar they didn't. So, daar ben ik wel blij mee. Melissa heeft je ass gesaved. Zo, en hoe? Ik ga WhatsApp openen. Let's go. Ik zie wat apps die nog ongeopend zijn. Ja, ik denk dat moeders je grootste fan is. Ja, mijn moeder is echt mijn grootste fan. Ja. Het is bizar. Echt, ik heb zoveel aan mijn moeder. Want met alles wat ik doe, support ze mij, weet je. Dus je ziet het ook. Ze heeft net een memo gestuurd. Ja. Maar die gaan we niet afspelen. Ze weet dat ik nu hier ben, dus ze is super hyped. Ik zie hier een groepsapp. Dat vind ik altijd wel leuk. Ja. Dus ik ga die openen. Ja. Ik zie hier de gangback. Ja. Met hard ijs. Wat is dit voor groepsapp? Het zijn gewoon mijn vrienden. Ja. We zijn gewoon een hecht groepje die elk weekend gewoon met elkaar gaan chillen, leuke dingen doen. Ja. Door omstandigheden, ik was zwanger. Het zijn ook stelletjes, zeg maar. Een paar waren uit elkaar, waren we gewoon uit elkaar gevallen. En toen hadden we laatst, ik heb ook een nieuwe woning nu, hadden we gewoon een soort van reunion. Ja. En toen waren we gewoon weer allemaal samen en toen is die groepschat zeg maar weer aangemaakt. Wat altijd leuk is toch om even te kijken wat jullie naar elkaar sturen. Dus ik ga even de media dingetjes openen. Allereerst, oh, dit vind ik wel heel tof. Ja, dat is de cover. Ja, de cover van Memphis en Winnen. Ja. Waarom sta jij niet op de cover? Dat is een hele goede vraag. Dat vraag ik me ook af. Waarom sta ik niet op de cover? Ik weet het niet. Mijn naam staat er wel op, maar ik weet het niet. Ik denk dat ze dit ook in Ghana hebben geschoten toen die foto. Oké. Misschien daarom. En misschien zou het er raar uitzien als ik dan random een andere foto of zo. Oké. Ja, ik weet het echt niet. Thanks. Even kijken wat jullie nog meer naar elkaar sturen. Ik zie hier... Oh, het artikel van Phonics over jou. Ze heeft miljoenen views op YouTube en krijgt zelfs support van onder andere de enige echte Big Shaq. Ja, Michael. Ja. Vertel, Big Shaq. Ja, het is eigenlijk heel bizar, want voordat hij zijn debuut maakte met de Tingo's, kreeg ik van fans ineens allemaal een video toegestuurd van kijk, Michael Dapa zet jouw muziek. Maar ik wist nog helemaal niet wie hij was. Ja. En toen ging ik checken, toen zag ik dat hij op YouTube ook een programma had, Swill. Ja. Toen dacht ik, hé, weet je, hij is gewoon grappig. En toen gingen we elkaar terugvolgen en weet je, hij zei van, ik vind het echt lauw wat je doet, bla bla, weet je. Allebei zijn we ook Ghanese. En toen hebben we altijd gewoon contact gehouden, gewoon goed. En toen ineens, een half jaar later, maakte hij zijn debuut en ging hij... Helemaal los wereldwijd. Ja, echt bizar. Dus echt voordat hij... Ja, ervoor al. Ja, wel heel tof. Even kijken hoor, ik zie dat je app nog best wel vrij... Leeg is. Ja, vrij leeg is. Ja, ik heb pas sinds 2 weken nu WhatsApp. Ik had heel twee lang. Weken? Ik had heel erg lang. Ik denk vanaf februari of zo had ik geen WhatsApp. Ik had er gewoon geen zin meer in. Had ik het weggehaald, iedereen zei ook maak het. Ik had gewoon geen zin. Ja. En de enige reden dat ik eigenlijk weer WhatsApp heb gemaakt is omdat mijn moeder, je weet, die wil heel de dag via WhatsApp bellen, weet je. Ze zei, ja, mijn WhatsApp, mijn beltgoed gaat op, bla bla bla. En mijn zoontje is daar ook vaak. Dus toen dacht ik, oké, weet je, laat me het maar maken. Want anders had ik gewoon nog steeds geen app. Ik zie hier 456 e-mails ongeopend. Dat is gewoon allemaal spam en ik weet niet hoe ik die shit uitzet. Ja. Maar dat is wat elke artiest tegen mij zegt. Dus nee, maar het is echt vervelend. Want eerst had ik me wel afgemeld voor al die dingen. En dan krijg ik heel de tijd,
Eerst ga je het nog verwijderen, daarna denk je, weet je, je gebruikt je mail toch niet vaak. Of tenminste, ja. Alleen wanneer, hè? Zullen we naar Messenger gaan? Ja, dat is Facebook Messenger. Messenger, let's go. Ja. Zo, meer dan 99 ongeopende... Ja, ga toch daar even kijken hoor, wat voor berichten jij ontvangt. Ik weet niet wat je daar gaat zien, ik zeg je eerlijk. Dat is zeg maar die je moet accepteren, snap je? Dus ik weet niet wat er tussen zit, maar ga er vanuit niks er. Hier gebeurt het volgens mij met de berichten ook. Oh my god, Nana the Singer, I love your mashups, showing love all the way from Kenya. Oh, wow, leuk. Dat is echt liefdig. Hi, I am one of your fans in Nigeria. Keep the flag flying, Miss Charming. Oké. Okay. Oh. Ik vind het mooi hoor. Ja, Kenia, leuk, Nigeria, ja. Superleuk. Even kijken. Accept me, I love your music. Ja, dit is mijn privé Facebook. Ik heb ook echt een undercover naam, maar nog steeds vinden ze mij, ja. Weet je. Dus, ja. Maar het is echt uit de hele wereld. Hello, I'm a rapper living in Ivory Coast. I heard one of your songs and your voice is sweet. I would like to do a song with you. Oké. Okay. Ben je een beetje van het samenwerken met mensen uit het buitenland en zo? Ja, absoluut. Dat is sowieso de goal. Yeah. Yeah. Een beetje om gewoon een grote buitenlandse artiest te... Maar dat komt wel. Alles op zijn tijd. Alles op zijn tijd. Hoe zit het in Nederland met samenwerkingen? Ik heb een samenwerking gedaan met Winnen en Memphis dan. Melissa. Melissa Lopez? Ja, ja. Dat was het eigenlijk wel. In Nederland kreeg ik niet echt... Volgens mij omdat mensen ook dachten dat ik niet van hier kwam. Ik kreeg niet echt heel veel support. Ik denk dat heel veel mensen niet wisten dat je ook hier vandaan kwam. Ja, inderdaad. Dat kan ook, inderdaad. Ik ga de laatste app openen. Instagram. Ja. Jij zit momenteel op bijna 40.000 volgers. Ja. Dat is netjes. Wat voor mensen volg jij eigenlijk? Ja, gewoon de mensen die ik persoonlijk ken. De mensen die mij inspireren. Ja. Ik zie ook 6ix9ine ertussen. Ja, ik vind hem echt hilarisch. Als ik naar die filmpjes van hem kijk, ga ik gewoon stuk. Ja. Sorry, ik vind hem echt grappig, dus ja. Ja, jouw Instagram. Ik zie echt veel schattige foto's ook van je zoontje. Ik ben zo verliefd op hem. Ik kan hem heel de dag op Instagram gooien. Kijk, hij pakt nog meer likes dan als ik hem erop gooi, krijg ik kapot veel likes. Mijn eigen foto's gaan echt niet zo hard. Dit vind ik zo schattig, echt. Ja, hij is echt lief. Echt, heel veel artiesten kiezen er ook bijvoorbeeld voor om hun kinderen buiten beschouwing te houden. Jij doet dat niet. Ja, eerst wou ik dat doen. Omdat ik dacht, ja, weet je, ik heb ook, heel mijn zwangerschap heb ik sowieso analoog gehouden. Dus ik had niks gezet. Pas toen ik was bevallen, toen had ik mijn baby shower en zo gepost. Dat zeiden mensen, ben je zwanger? Oh nee, ze is al bevallen, weet je wel. Maar toen die er was, in het begin dacht ik, ga niks zetten. En toen keek ik naar hem, toen dacht ik, ben zo trots op jou, weet je. Ja. En I believe in God, hij is sowieso beschermd door God. Dus ik maak mij niet druk voor een boze oog of iets. Ik ga naar jouw DM. Oké. Okay. It goes down in de DM of niet? Niet ja, echt. Dus. Nee, niet echt. We gaan het even checken. Oké. Okay. Ja, dit zijn allemaal bekende voor jou? Ja, dezelfde eigenlijk als Snap. Sandra zie je weer, dan weer Daisy. Ja. Ik zie hier Topnotch tussen staan. Die hebben mij ook getagd. Ja? Ja, volgens mij. Ik zie het. Oh ja, ik zie het. Ja, en die heb ik gerepost al. Leuk. Ik ga richting de overige DM's. Oké. Okay. Kijken wat je daarin ontvangt. Daar weet ik net zoals Facebook niet wat je gaat zien. Op eigen risico. Inderdaad. Hi there, may I share something with you for a quick discussion, please? Deze wil gewoon sliden. Ja, nee, ik ga het ook absoluut niet accepteren. No, you can't. You made me sing after 13 years of a break. Oh my god, no one has inspired me like you. Thank you. Zo, lees je dit soort berichten ook? Ja, nu heb ik even een paar dagen niet gekeken, maar als ik niks te doen heb, ga ik alles langs. Ja, ik ben eigenlijk een beetje verbaasd van hoeveel internationale mensen het zijn. En van verschillende landen ook. Klopt. Dat is echt gewoon, voor heel veel Nederlandse artiesten is dat nog een droom. Vind je telefoon netjes, clean, heel erg familie? Ja, klopt. Geen barsten ook op je scherm? Ja, dit is je screensaver, toch? Ik moet zeggen, bij die 7, dat was echt abnormaal. Ja. Maar met deze ga ik wel iets voorzichtiger om, zeg maar. Ja, ik ga je telefoon teruggeven. Thank Gaat er last van je schouders, of niet, denk ik? Nee, eigenlijk niet. Nana, super bedankt. Ja, jij ook bedankt. En we wensen je heel veel succes met alles wat je gaat doen. En we houden je in de gaten. Yes. Heb je nog een laatste woordje voor je Nederlandse fans? Beyond the Outlook, want er komt heel veel aan, ook hier in Nederland. Dat was het. We're out. Ciao.